Het is tijd voor alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Mike's Reviews. Het is tijd voor niemand anders dan Gerwyn Price. Come on! Ja, Gerwyn Price, de wereldkampioen van 2 jaar terug. 2 checkers zijn er toen uitgekomen dat hij wereldkampioen was. Die zijn identico hetzelfde als de zilveren. Je hebt een volledig zwarte set met een blauw randje eraan. En je hebt een zwart met witte set. Die gaan we erbij pakken. De Gerwyn Price, wereldkampioen darts. Ja, werkelijk waar een prachtige verpakking. Echt mooi, goed over nagedacht bij Red Dragon. Als je naar de pijl kijkt, ja. Het schreeuwt er gewoon vanaf het vuur. Of die kleine vuurloogjes erin. Wat je meteen opvalt is als je met je vinger eroverheen gaat, dat er heel veel grip op de pijl zit. Maar wel naar boven toe. En echt alleen maar dezelfde soorten grip. Punt, vrij standaard. En je krijgt helaas niet het shaft erbij die Price ook mee speelt. Dat is jammer. Als je echt naar de pijl kijkt, is hij heel scherp, heel veel grip. Ik ben benieuwd hoe lang dit meegaat. Ik ben benieuwd vooral hoe dit vasthoudt. Het is een beetje een standaard pijl nog van vroeger. Ik ben benieuwd hoe dit naar het bord vliegt. Ik ben benieuwd wat de pijlen naar het bord gaan doen. We gaan eerst kijken met de korte shaft. Kijken wat ermee gebeurt. Ik ben benieuwd. Ja, het valt vrij kort. Ja, dat is normaal hè, bij een korte shaft. Het valt vooral heel snel. Je moet de pijl wel echt recht voor je uitgooien. Anders gaat er een hele rare richting op. Ik kan het even proberen om hem wat schuin naar het bord toe te krijgen. Dan zie je, dan gaat hij ook heel anders naar het bord toe. Het is wel echt noodzaak dat je de pijl recht naar het bord gooit. Sommigen die pakken hem wel schuin vast. Dat is bij deze pijl wat lastiger om vanwege de ribbelgrip die erop zit. Je merkt wel dat de pijl ligt op zich wel soepel in de hand, zoals we bij veel basispijlen zien. De meeste pijlen zijn natuurlijk ook dezelfde dikte ongeveer en dat scheelt ook wel enorm. Kijken of we de Sousa achterna kunnen gaan. Helaas niet. Ga kijken hoe het met een andere setup valt. De Gerwyn Price pijlen. Ja, ik ben benieuwd wat ze naar het bord doen. Ik heb een intermediate shaft erop gemonteerd. Eens kijken wat ze doen. Wat opvalt is dat er geen grippunt op de pijlen zit. Dus het best wel diep het bord inkomen. Ja, dat is best wel even wennen. Zoals je ziet zitten de pijlen best wel diep in het bord. Ze trekken ook best wel dieper in, waardoor je ze er best wel hard uit moet trekken. Ik ga nog 1 keer proberen met intermediate. Er zit best wel, ja, er zit natuurlijk geen grip op de punt en dat kan voor sommigen best wennen zijn. Ga kijken hoe het met een andere setup valt. De medium shaft, de langste die normaal gesproken gebruikelijk is, behalve als je Luke Humphries heet. Kijken wat ermee gebeurt. De pijl is heel erg zoekend, want het eigenlijk iets te lang is voor als je hem voor op de pijl vastpakt. Ik ben benieuwd als je hem iets meer naar het midden pakt. Dan komen de pijlen al iets rechter in het bord te staan, waardoor het ook een stuk makkelijker in het bord valt. Wat je ook goed terugziet bij deze pijl is dat hij heel makkelijk rechtdoor gaat. Het kan ook zijn omdat er heel weinig gekke grip op zit. Even kijken als we naar de zijkant gaan met zo'n lange shaft. Dan zie je de pijl toch wel, dat kan je heel mooi zien bij deze pijl. De pijl trekt heel erg naar binnen toe. We gaan nog één keer proberen met de medium shaft. Oh, lijkt net Price zelf. Gaan we naar de eindconclusie. De Gerwyn Price 24 grams darts, Black Edition World Championship. Echt een fantastische pijl. Alleen een hele grote aanrader. Grip ligt lekker in de hand. Zeker voor de beginnende darter die even een stapje verder wil gaan. Echt een hele goede pijl. Zeker als je van braspijlen komt. Echt een aanrader van 80% naar 90%. Dus echt een hele mooie stap. Prijskaartje valt ook nog wel mee. Uiteraard zijn ze verkrijgbaar bij Dartshop Midden-Nederland in Kootwijkerbroek. Vond je dit filmpje nou leuk? Laat even een duimpje achter. Abonneer je op dit kanaal. Blijf dit kanaal in oktober in de gaten houden en in november voor een hele nieuwe gave serie. Dit was alweer de laatste Mike's Reviews van dit seizoen. Wil jij nou volgend seizoen andere pijlen zien in Mike's Reviews? Laat het achter in de comments en dan zien we jullie bij de volgende Mike's Reviews.